We zijn hier vandaag omdat het een heel belangrijk thema is en dat nieuwe Rotterdammers zelf meedenken, meebeslissen en meedoen in de stad. Hoe staat het met de integratie en participatie van de nieuwe Rotterdammers? Wat vinden ze hier zelf van en wat kan beter? Maar vooral dat zij als ervaringsdeskundigen anderen kunnen informeren over de kennis die zij in zich dragen. Want ervaring is heel erg belangrijk. Goedemorgen, lieve allemaal. En hartelijk welkom hier in deze prachtige kerk. Ik ben Sanne Terphuis, afkomstig uit Iran. Op mijn 18e naar Nederland gevlucht, hier een nieuw leven opgebouwd in veiligheid en vrijheid. Met mijn verhaal als vluchteling probeer ik ook andere mensen wat meer inzichten te bieden. Dus wij willen met dit congres eigenlijk aangeven, dit zijn de thema's die spelen in de doelgroep. En op deze manier kunnen we daar als maatschappelijke organisaties, maar ook als de gemeente Rotterdam, mee omgaan om het beter te maken. En dat je hier allemaal partijen hebt van mensen die elkaar kunnen inspireren, aan elkaar kunnen verbinden en vooral ook hier na vandaag met elkaar nog meer kunnen gaan samenwerken. Zodat je de wielen niet opnieuw uitvindt, maar juist complementair met elkaars talenten en elkaars bijdragen nog een mooier, inclusiever en diverser Rotterdam kan maken. Ik denk dat het goed is om de stem van nieuwe Rotterdammers meer tot hun recht te laten komen. Meer de problematiek van vluchtelingen, die ook natuurlijk in deze stad goed aan de orde zijn, zichtbaar te maken, bespreekbaar te maken. Wat ik hoop dat we bereiken, dat je vandaag het gevoel hebt, ik ben bewust geworden van heel veel verschillende thema's die er zijn. Ik heb heel veel kennis en informatie gekregen en ik ga vanaf morgen anders met deze thema's aan de slag. Hoe zie ik de toekomst van de nieuwe Rotterdammers? Het belangrijkste vind ik dat zij een volwaardige stem hebben in de stad. Omdat zij zijn degene die het hebben meegemaakt, die het beste weten wat werkt, wat niet werkt. En die de stem kunnen zijn ook weer van de nieuwere Rotterdammers. Dus ik zie in de toekomst dat zij onderdeel zijn van beleidsvorming. Dat zij in maatschappelijke organisaties en bij de gemeente een stem hebben in het nieuw te maken beleid. En dan denk ik dat dat een enorme meerwaarde is voor de stad Rotterdam. Last but not least, denk ik dat ook daar ook Stichting Mano daar een hele mooie rol kan spelen. Ik heb een prachtig leven mogen opbouwen. Twee fantastische kinderen. En ik voel me hier thuis. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat je met elkaar wil bewerkstelligen. Is dat een ieder Rotterdammer zich thuis voelt in zichzelf, in zijn omgeving en in zijn stad. Dat we allemaal van waarde zijn en van toegevoegde waarde. En dat we samen deze stad nog zoveel mooier kunnen maken.